Oh, ik weet opeens niet meer. Die heb ik alvast gekocht. Je doet dan toch laat staan als... Waarschijnlijk hebben jullie al het een en ander voorbij zien komen vorige week. Ja, en daar wil ik dus iets over kwijt. Hi, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik ga zo meteen even naar Claire. Ik ga er even een kopje koffie doen en moet eventjes wat fotootjes maken. En daarna ga ik met mama naar de Quantum Hall om vloerbedekking te halen van mijn slaapkamer. En ik ga ook met Claire even naar een paar woonwinkels, want ik wil even inspiratie opdoen. Want ik moet heel eerlijk bekennen dat mijn hoofd één gekke achtbaan is. Nu in verband met mijn woning. Oh, ik weet opeens niet meer wat ik allemaal in mijn huisje wil. Maar met een eetkamertafel. Eerst wilde ik een ronde tafel, toen een ovale tafel. Nu opeens wil ik weer een rechthoekige tafel. En qua kleur stoelen wil ik het liefste patroonblauw. En eerst wilde ik donkergroen. Dus ik wil de hele tijd wil ik iets anders. Dus ik dacht, misschien is het maar even een goed idee om naar een woonwinkel te gaan. En om daar een beetje inspiratie op te gaan doen wat ik wel en niet wil in mijn huisje. Ik heb een superleuk pakket ontvangen van My Jewelry. Of My Jewelry. Claire, kan je mij even helpen? My Jewelry. My Jewelry. Het spijt me, maar ik kan het af en toe niet goed uitspreken. En dit is dus voor de feestdagen. Ik ga het openmaken voor jullie. Nou, wat super schattig. Dit is dus de Advent Calendar doos. En hierin zitten allemaal verschillende pakketjes in met sieraden. Nou, ik vind het echt... Dit is toch schattig. Dit is toch super leuk om te ontvangen. Deze telt dus 10 dagen voor de kerstmis af. En ik mag cadeautje 1 tot en met 5 aan jullie laten zien. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ben zelf ook heel nieuwsgierig wat er allemaal in zit. Nummer 1. Wat zit erin? Oh, cute. Dat is wel schattig, hè? Oh ja, cadeautje 4 en 5 horen dus bij elkaar. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er hier zit. Oh, deze heb ik ook. Die is leuk. Die ding. Ja, schattig dingetje. Om door een ringetje te halen. En dan wordt 4 en 5. Waarom wordt die bij elkaar? Dit wordt omdat die sterretjes in de oorbel moet. Oh! Ja. Leuk, hè? Of nou ja, dit hoort hierin, zeg maar. Ik snap het. Hier. En dan kan het zo in je oor. Nou, hoe leuk. Ik vind vooral die doosjes echt heel cute. Kijk nou, hoe enig. Vet leuk voor dit, voor Sinterklaas of zo om als cadeau te geven. Ik heb de oorbelletjes heb ik nu in gedaan. Deze met sterretje. Nou, echt super cute. Nou, Sis is me lekker aan het filmen. De hele boel is hier verbouwd. Maar dat gaan we straks weer allemaal rechtzetten. Ja. Ja. Zo doen Mooi, we dat. Hoor. Zo doen we dat. Ja, wanneer je geen licht hebt. Oh, wij staan nu in driehoekmeubelen. En dat zit bij ons in Noord. En ik ga hier even een beetje wooninspiratie op doen. Want zoals net al zei in de auto... Ben ik dus zo erg inspiratieloos van wat ik allemaal in mijn huis wil. Oh my god. Dit is mooi. Ja, dit is wel heel mooi. Jij vindt marmer toch niet mooi? Kijk. Nou, ik vind marmer. Ja, maar het probleem is, ik wil 6 eettafelstoelen. Die kunnen maar 4 aan. Oh, ik vind het echt geweldig. En van die hanglampen vind ik ook geweldig. Dit is wel echt een plaatje van een bank. Wauw. Die kussen. Zo'n stoel vind ik ook echt geweldig. Nou, dit is voor mij iets te tok. Love it. Deze stoelen. Geweldig. Die schoonmaakteam inschakelen voor je bank. Wat zeg je? Dat je iedere maand die schoonmaakteam voor je bank inschakelen. Dat ze het gewoon reinigen. Want? Ja. Die bank wordt een dolmatier bank. Met allemaal chocoladevlekken natuurlijk. Ja, ik wil per se een lichte bank. Ik vind deze kleur vind ik ook heel mooi. Nou mensen, ik heb echt een fantastische bank gevonden. Ja, wacht. Ik kom eraan. Deze is wel echt super mooi. Ik denk dat ik mijn bank hier al heb gevonden.
het is een beetje een... ja, wat voor kleur is het, Claire? Ja, het is een beetje... Ik vind het een beetje licht zo. Nu loop ik deze zo tegen het lijf aan en ik vind hem echt geweldig. Ik heb een lekker hoekie. Kan ik zo liggen? Nou, we zijn nu bij de garage sale van loods 5. En ik kreeg dus zoveel reacties op mijn Insta dat ik hierheen moest. En toen was ik zo nieuwsgierig. En mijn moeder wilde ook de hele tijd graag naar loods 5. Dus ik ben heel benieuwd wat voor leuke dingen we hier allemaal weer gaan vinden. Nou, ik vind het nu al leuk, hè, man. Ik vind zulke kleurstoelen zo mooi, hè. Nee, ik ga het niet doen. Nee, toch maar niet meer. Dit zijn ook wel hele mooie salontafels. Ik vind het ook niet zo duur. Het is wel leuk voorbij mijn witte bank, dacht ik. Ik vind het wel chic. Het is niet te zwart of zo. Wil jij zo'n stoel, man? Nou, ja, ik doe me... Mama vindt het wel mooi. Ik denk dat wij een beetje of dat zo'n kleur. Voor jullie in huis. Ja, een beetje. Nou, je ziet door maar veel vet. Veel vet, veel vet. Je ziet echt heel veel van dit soort tafeltjes. Het zijn van die driedelige sette tafels. En ik vind die ene zwarte toch het mooiste. De salontafels, die heb ik alvast gekocht. Deze salontafels geworden. Ik ben ook echt een pino, want dan wil ik hout, dan wil ik zwart, dan wil ik marmer, dan wil ik glas. Oh mijn god, ik wil de hele tijd iets anders. Dus ik heb een strepen doorgetrokken. Ik neem sowieso die witachtige beige velvet bank. Zo, ik ben helemaal kapot al van vandaag. Het is vandaag donderdag en ik heb alweer een sporttraining achter de rug. Ging lekker om 9:15 ging ik al trainen. Wel vroeg, want dan gaat om 7:45 mijn wekker. Maar wat een drukte ook in mijn huis. De tv staat aan, mijn box staat aan. Voor mij moet het altijd druk zijn. Ik kan nooit rustig zijn. Ik kan ook echt niet stilzitten. Maar goed, ja, zometeen haal ik mijn oma op en dan laat ik aan oma mijn huisje zien. Die heeft mijn huis nog niet gezien. Ik eet trouwens bepaald met groenten. Wel lekker. En dan ga ik naar de Quantum. Want dan ga ik eindelijk mijn vloerbedekking uitzoeken voor mijn slaapkamer. Want het was gisteren dus mislukt. En ik ben alleen maar aan het vreten ook. Maar het is echt deze tijd van het jaar. Wat vind ik die? Die en die? Die vind ik wel leuk. Kijk. Oh, dat vind ik een schatje. Zie dit? Ja, maar ik ga nog geen decoratie kopen, oma. Gewoon niet. Alles wat je leuk vindt nu en wat je tegenkomt is leuk. Kijk, dit vind ik ook leuk. Oma is helemaal van het groen. Oma wordt groen. Oma is groen. En daar zat er ook een met... Ja, die is ook heel schattig. Ja, 35. Oh. Kijk, ik moest al van oma deze groene onderzetters. Marmer. Kijk, die zijn bijna net als deze. Ja, dat is bijna dezelfde kleur. Zie je dat? Dat is bijna de kleur. Oh ja. Moet ik hem hebben? Neem ik hem mee. Krijg hem van mij. Nou, wat lief. Is goed, oma. Moet je hem hebben? Ja, ik vind het wel mooi. Deze tapijt Vincent in de kleur beige. En dan wordt die hopelijk volgende week geleverd. En dan heb ik een mooie vloerbedekking in mijn slaapkamer. Nou, ik heb de bank net gekocht met oma. En die bank die hebben jullie dus gisteren laten zien. Hij stopt, hè, oma? Ja. Kijk ook hoe enig mijn waterkoker. Ja, die heb ik net gekocht bij de Blokker. En ja, even een bakje doen met oma. Ik ben met Lisa en met Bo. En we hebben even een paar wijntjes gedronken. Ja, jongens, we kunnen het niet ontkennen. Dat is waarschijnlijk voor de laatste keer uit. Ik zie het leven even niet meer.
zitten. Ik heb een kater van hier te Tokio. Ik was gisteren dus op een borrel met wijn zonder eten. En het begon al om 5. Wie organiseert een borrel zonder eten? Dat kan niet. Oh my god. Hoe ga ik het overleven vandaag? Ik zit met Claire in de auto. En wij gaan nu naar mama en papa, want die zitten nu in landgoed het Loo. En Claire en ik hebben trek. En het gaat inmiddels wel weer beter met mijn brakheid trouwens. Claire moet zeiken als een koe. Dus we gaan even Burger King, even vette meuk naar binnen werken. Oh, je ruiter. Mijn ruiter is er. Oh, ik moet mijn mond kappen. Nee, godverdomme, en ik heb honger, dus dat gaat stinken. Wat gaat stinken? Ja, mijn bek. Gadverdamme! Ja, ik heb toch honger, jongen. Ik heb het niet gegeten. Auw. Ik heb allemaal geen mondkap. Doe maar piep, piep, piep. Gezeikzooi. Wat een gezeik. Oh, ik pis echt in mijn broek. Claire, je kan bij Laplace plassen. Je kan daar Laplace. Het is toch KFC geworden. Nou, ik heb een wrap met kip. Claire heeft patatjes en kip. Ik vind het wel gezellig met jou in de KFC. Ik vind in de auto gewoon eten gewoon irritant. Ja. Als je dan een ijsje hebt, oké, okay, maar dan een heel menu. Wil je menu? Hé, heb ik al mijn koolsla trouwens? Ik heb geen koolsla. Lekker bakje koolsla. Koolsla. Ik ben weer brak. Net ging het wel, nu gaat het weer niet. En die wrap is ook echt veel te veel voor mij. Het is veel te groot en dik. Die mais vond ik wel heel lekker. Mais. Ja, grappig. Gaat ook weer zo laten zien. Iedereen denkt volgens mij altijd dat Cleo chagrijnig is, maar dat is ook altijd. Ja, op de momenten dat jij filmt. Kijk wanneer jij mij filmt. Eigenlijk ben jij best wel vaak chagrijnig, zit ik net in te denken. Hoe kan dat? Ik zat net met een kotsend kind in de auto. Hoe chagrijnig wil je me hebben? Vind je het gek? Ik heb al heel veel gekotst vandaag. Niet in de auto. Ik wil even eten. Nou, het gaat weer goed met mij. Ik weet niet of ik het lekker vind. Hoe kan je dat niet? Het is gewoon een ijsje. Nou, dat weet ik dus niet. Het is zo droog. We komen bij het huisje. We hebben dus gezellig familieweekend. Juni. Dit is wel leuk wakker worden. Baby. Hey mam. Een herfstkleurenpalet lijkt het. Mooi hè, die kleuren. Hey bro, lekker geslapen. Moet dit? Ja. Ja, mama deed alsof ze zogenaamd een baby ging wakker maken. Ze kon hem, baby. Wat een vreemd. Colin die wil al heel graag kinderen, maar Claire is er nog niet helemaal klaar voor. En dan komt ze precies in een kamer te liggen met zo'n kinderbed. Ja, omdat jij in die andere kamer. Ja, ik vind dat eng, zo'n kinderding in de slaapkamer. Je zit er gewoon. We gaan lekker ontbijten, dan gaan Claire en ik naar de Action. Dan zijn we een weekend weg en dan wil Claire zelfs naar de Action. Nerveus. Juno ziet een eekhoorn. Het is wel echt een gezellig huisje. Ik vind het wel wat hebben met de herfstkleuren, toch? Nou, dit is dus ons huisje beneden. Smakelijk. Ja. Niet smakelijk. Broze. We gaan bowlen. Cole die denkt dat we gaan sporten.
Wij gaan dus nu naar de Action. Want Claire wil naar de Action terwijl we een weekendje weg zijn, maar oké. Look how beautiful it is. Oh ja, ik zal jullie wel even het huisje van de buitenkant laten zien. Het is wel echt een schattig huisje. Dus we gaan nu naar de Action en daarna gaan we van het potje bowlen. Ik haat bowlen. Maar ik doe maar mee. Anders heb ik niks te doen. Ik voel me weer zo goed. Mijn kater is helemaal weg. Ik ben toch heel erg blij dat ik vrijdag nog even heb lopen feesten. Voor een paar uurtjes maar hoor, want het was tot 12 uur. Want ja, nu is alles weer dicht. Ik ben heel benieuwd hoe dat weer allemaal gaat lopen. Rotzooi allemaal. Wow. Ik zeg dat je hoofd op een bowlingbal lijkt. Zomaar hoor je mijn grap. Ik ga je hoofd... Kijk, ik wou gewoon waar je tanden wit van wordt. Echt? Het? Ah, kijk, ik wil ook die kauwgum. Nou, zij hebben in Claire haar lievelingswinkel. Ja, kijk hoe groot deze winkel is. Het is echt geweldig. Kunnen we toch oefenen? Hij wil oefenen. Deze gepakt. Hier is maar 15 euro. Geen geld. No. Dit kan toch niet? We doen al toch? Laat staan als we dan in ons huis zitten. Ja, maar ik wil dit. Echt toch niet scoren. Ik heb het aangewezen. Nee, die was 3 keer zo groot. Jezus, man. Colin met alle kerstpoppen hier. Ja, je mag mee. Je mag mee. We menen er wel een gekleurde boom. Nee, boom is toch altijd gekleurd? Niet alleen groen hoor. Ja, oké, okay, neem die maar mee dan. Maar of die ander glitter. Nee, deze is... Nee, dan wil ik wel met glitter als we zo'n pop nemen. Oh, die is wel echt super leuk. Kijk, die heb een geweer. Dat vind je vast leuker dan. Een geweer. Die hele winkelwagen zit helemaal vol. Ik heb ook een paar mooie badlakens gekocht. Ik vind deze kleur echt super mooi. Ja, haar lievelingswinkel. Nee, die is ook hartstikke lelijk. Wat is dat? Hij wil al die dikke kerstman in huis. Wow, die muziek wordt er nu niet echt beter op. Kerkje in de boerderij, zo leuk. Ja, oh, niet rustig moet je gooien. Ja, oké. Okay. Ben ik nu gelijk? Ja. Nu is het toch, hoor. Nu ben je weer bowlen, niet leuk. Nou, nou. Jij wilde zo graag bowlen. Eentje. Claire is ook wel toppertje. Oh, dat is echt jammer. Oh, alles. Wow. Pap, heb je nou een strike gegooid? Nou, nu heb je gewonnen, denk ik. Ja, maar je moet nog een keer. Oh. Gooi maar. Lekker showkie. Met mijn broski. Ik vind het wel leuk, bowlen. Op dit begin vond ik het echt kut. Maar nu vind ik het wel leuk, want ik begin steeds beter te worden. Kleine baby. Papa heeft gewonnen. Cheers. Cheers. Proost pap, ben trots op jou. Moet je vaker doen. Ja. 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 Zo, we gaan weer lekker schransen. Pizza. En patat. Eet smakelijk. Thanks. We zitten gezellig skibbel te spelen. En mama hier, die zit de hele tijd naar mijn kaarten te kijken. Mama zit de hele tijd zeggen, nou dat zal ik niet doen als ik jou was. Of nou, ik heb wel je kaarten gezien. Ik kon even helpen. 5 en eentje weg. Jij bent. Hou hem in de gaten hoor, want hij pakt stiekem te veel kaarten. Kijk, mama zit als een baas met die kaarten. Die? Ja, even snel, hè, anders... Gewonnen! Yay! Nee, ik heb echt gewonnen. We zijn klaar. Nu mogen we niet. Eindelijk, we zijn klaar met het spel. Nee, ik hoef niet meer. Ik ben er klaar. Ja, nu weet je niet meer omdat je nu geen kaarten meer mag opleggen.
Ik ben wel echt heel blij dat ik het gewonnen. Met bowlen had ik steeds verloren. Dus ik mag een keertje winnen in mijn leven. Stapeltje van 20. Good morning. Het is vandaag zondag en is de laatste. Wow, ben ik wit. Het is vandaag de laatste dag dat wij hier verblijven in het leuk huisje. Het is een verjaardagscadeau voor mijn moeder. Die Claire en ik aan mama hebben gegeven. Claire, papa en ik gaan even lekker een rondje hardlopen met z'n drieën. Door dit prachtige park, parkbos. Ja, gaan we even op zoek naar de eenhoorns. Eenkhoorns. Heerlijk hard gelopen net met mijn vader en mijn zusje. Lekker door het bos. Ik ga zo meteen een heel speciaal iemand ophalen. Iemand die jullie waarschijnlijk al kennen. Waarschijnlijk hebben jullie al het een en ander voorbij zien komen vorige week. Ja, en daar wil ik dus iets over kwijt. Ik ben alweer aan het daten. En ik vind wel dat het nu tijd wordt om dat te vertellen. Omdat het echt super goed gaat. En de klik is er en de vonken spatten er vanaf, zoals hij dat zegt. Of zoals Niek dat zegt. Wij kenden elkaar al van tv-programma's. En we kunnen echt praten over alles en nog wat. Dat is echt niet normaal. Echt over elk onderwerp. We kunnen zoveel lachen met elkaar. We liggen echt in de deuk. Ja, het is ook wel een beetje eng. Want het gaat allemaal best wel snel. We wilden dit best wel lang geheim houden. Want ik vond het best wel lastig om dat al heel snel naar de buitenwereld toe te brengen. Aangezien het ook best wel snel gaat. En mensen die snappen het dan niet. Dat komt natuurlijk ook omdat mensen natuurlijk niet vanaf het begin af aan meemaken. Met de camera erbovenop. En ja, die zien dus niet hoe je met elkaar omgaat, zeg maar. Dus voor mensen komt het echt als een mindfuck binnen. Als ik erover praat, word ik er echt heel vrolijk van. Ik krijg echt een big smile op mijn face van hem. Hij is gewoon echt super grappig en gezellig en sociaal. Nou ja, we hebben gewoon echt een klik. En die klik is gewoon zo belangrijk dat je dat met iemand kunt hebben. Dat je lekker mee kan gaan in iemands energie. En dat je ook lekker energie van elkaar krijgt. Ja, dat krijgen wij echt. Ik krijg een mega boost ook als ik over hem praat. Echt bizar. Maar goed, ik dacht het wordt nou wel eens een keertje tijd om er iets over te vertellen. Want jullie zien eigenlijk al heel veel over mijn leven. Het is nog niet officieel. We zijn gewoon nog wel aan het daten. Maar ja, daten. Ik noem het niet meer echt daten, eerlijk gezegd. Het is voor mij eigenlijk wel al heel serieus. En voor hem ook. Want we hebben elkaars families al gezien. En het klikt ook echt supergoed. Ja, ik word gewoon heel erg vrolijk van als ik erover praat. Je doorheen komen, heb je mooi licht voor de foto. Ja, het gaat om foto's. Het gaat alweer om foto's, hè? Echt zo. Wie is nou wie? Juno is de bal kwijt, dus iedereen is nu de bal aan het zoeken van Juno. Juno, zoek je bal. Zoek je bal. Ja, wij zijn klaar met de maken. Ik ging ook op Jamie staan, die ga je niet meer doen. Nou, we gaan nu even boodschapjes doen voor de gourmetten. Nee, je meent het. Ik heb alles in die car. Wat zeg je nou? Ja, de verschrikking is met jou naar de supermarkt gaan. Wacht maar tot je op jezelf gaat wonen. Dan ga je merken wat, hoe boodschappen, hoe duur dat is, hè? Dan hebben we eten met heel veel mensen vanavond. Oh, dit is lekker. Dit is lekker. Dit is lekker. Ja, alsof we niet genoeg hebben. We gaan echt eenmaal misselijk raken. Ja, mannen gaan inpakken. Ja? Nee, ik kan dat niet zeggen. Ik ga je inmaken. Kijk, ik voel te bewegen. Mag dit op de vlog? Nee. Okay. Aangekomen het huisje en we gaan lekker gourmetten. Natuurlijk zijn de vrouwen aan het voorbereiden. Maar moet ik wel even toegeven dat ik natuurlijk net van de
van de game al kom. Dus ik heb echt precies niks gedaan. Hij gaat sneller, man. En de mannen zijn een race aan het kijken. Helemaal gezellig aan het gourmetten. Nee, ik heb het al gegeten, lekker. Dit is het natuurlijk als je dit hebt plan. Ja. Mama, zit er dan gewoon. Wacht maar, ik doe het wel. Laat mij maar spetteren. Laat Colin maar spetteren. Ik ga hem opzetten. Wat een spetter ben jij toch, Colin? Je hebt echt een spetter. Wil nou, echt niemand meer jij wat? Jij hebt genoeg gehad. Hij moet nog één race winnen. Ja. En dan de rest? Moet je wel tweede worden dan? Ja, ik weet het niet. Wat is dat dan? Nou, dat is wel voor de show. Gaat eigenlijk best wel snel voor mijn gevoel. We hebben binnen 10 minuten gegeten. Nee, het is... Mam, jij drinkt een rosé'tje met... Spaardood en limonade. Ja. Boos. Nou, het is gewoon een mocktail inmiddels. Het is gewoon een mocktail. Helemaal genoeg. Waarom mag je nou? Waarom drink je eigenlijk wel alcohol als je er en limonade en sparoot? Ja, ik drink lekker een rood wijntje. Is goed voor de bloed. Ja, ik ga met een oude lul nu. Ik moet een beetje aanpassen natuurlijk. Kaasplankje erbij zo meteen. Ja. Ik moest toch nog even iets kwijt aan jullie. Jullie hebben Niek dus gezien tijdens mijn familieweekend en het was echt super gezellig. Ik heb er toch voor gekozen om Niek niet heel veel in beeld te laten komen. Dit omdat het allemaal heel erg snel gaat en voor jullie waarschijnlijk ook. Voor de buitenwereld is het misschien ook een beetje vreemd. Dus wij willen het gewoon rustig naar de buitenwereld brengen. Wel heb ik echt een heel fijn gevoel bij hem. En ben ik echt super blij dat hij op mijn pad is gekomen. Het is gewoon echt een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven. En jullie zullen vast wel steeds wat meer van hem zien. Ik moest weer terug naar mijn huis. Ik ben helemaal buiten adem en even. Ik heb het ondervloer even in vuilniszakken. Jezus, ik ben ook eens een keertje aan het werk hoor, voor mijn huisje. Ik heb echt precies nog helemaal niks gedaan. En ik ben een keer aan het werk, ik ben helemaal bezweet. Ik zit dus nu bij Colin thuis. En Col gaat me helpen met een IKEA pakskast ontwerpen. Op de IKEA website natuurlijk. Ja, en de kledingkast die komt dan in mijn slaapkamer. Dus we hebben net even wat gemeten. Het wordt dan 1,50 bij 1,50. En ik ga voor een hoekkast. Want ik heb niet heel veel mega ruimte. Dus nou, ik vind een hoekkast ook wel gezellig. Ik wil al wit. Met beige deuren. Ik moet even kijken hoe zo'n hoek... Dat is dit denk ik, hè? Oh, oh wat leuk. Lijkt wel Sims. Lijkt echt Sims. Even kijken, want dit is nu. Kijk dan, groter dan mijn hoofd. Wow. Dit wordt dus mijn pakskast van de IKEA met gouden deurknoppen. Kan je de kast eens open doen, Col? Dan zeg je, Rini open nu. Rini open nu. En dan komen daar mijn lades. En hier komen mijn kledingrekken te hangen. Deze nou, zitten we die hele kast samen te stellen, is die hele fucking kast gewoon niet eens meer beschikbaar. Nergens meer. Zit hier echt al 2 uur. Huh? Jij zit hier gewoon maar een beetje... Ik zeg alleen maar of ik het leuk vind, ja. Oké, okay, Col die zit het echt de hele tijd voor mij af te meten en zo. Hij gaat echt een grote factuur krijgen. Ik heb je eten betaald net. Wat zeg jij daar, mormel? Uitbetalen? Ik heb uitbetaald een eten. Jij doet niet eens wat. Ik doe wel wat. Jij bemoeit je eens een keertje gelukkig niet met mijn huis. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het allemaal weer een leuke video vonden. Ik in ieder geval wel. Het is natuurlijk mijn leven. Dat zal wel heel erg zijn als ik het dan niet leuk zou vinden. Nou, volgende week gaan jullie wat meubels in mijn woning zien. De vloer ligt er dan in. En dan komen mijn meubels allemaal binnen. En ja, ik kan gewoon niet wachten om dat aan jullie te laten zien. Oh, wat ik ook nog heel even erbij wil zeggen is... Wees dankbaar voor wat je hebt. Wees lief tegen elkaar. Het is op het moment even een zootje. Maar... ja, laten we gewoon met z'n allen positief blijven. En ik hoop dat ik deze positiviteit een beetje aan jullie kan geven.